Adrie Poortvaart, een 1-3 overwinning in Amsterdam bij de Dijk, dan staat hij een tevreden man. Ja, ja, ontzettend. Vooral de manier waarop. En daarna heb ik nog met Jochem gesproken, de trainer van de Dijk. En die was ook erg... Te... Hij zei, ja, een verdiende overwinning. Hij zei, jullie, jullie hebben het erg goed gespeeld tegen ons. Ja, want die eerste helft, die begin je eigenlijk. En de Dijk, die laat je geen, ja, geen kansen waardig eigenlijk. Maar je maakt ze zelf ook niet af. Nee, dat zei hij. Hij zegt jullie hebben ons al het eerste half uur in leven gelaten. Hij zegt ja, hij zegt en dan wou ik wat anders gaan doen in de tweede helft. Hij zegt, en dan ligt hij de prompt wel ineens in. Dat was natuurlijk wel een kleine streep door de rekening voor hun. En uh, nou ja, goed. Daarna pakte het op, dan maakten we de, de 2-0, een fantastische 3-0, echt uh, prachtige voetbal. Ja, goed, uh, helaas een uh, slordige 3-1. Anders hadden we vijf keer de 0 gehad. Ja, dan uh, doet je toch wel tevreden stemmen die tweede helft. Want wat verander je eigenlijk uh, ten opzichte van die eerste helft, misschien? Nou. Zij speelde 5-3-2 en wij speelden ook daardoor 5-3-2, of een 3-5-2 eigenlijk. Alleen wij hebben Monster. En Monster speelt vanuit de centrale as, eh, dribbelt hij heel makkelijk het middenveld in, waardoor we daar een man meer krijgen. En daar hadden ze heel veel moeite mee. Dus dan ging hij ondervangen door, door een 4-4-2 eruit te gooien. En eh, nou, toen hebben wij ons ook weer aangepast. Dus het was eh, heel veel schaken. Dus ik zei ook tegen hem, als je nou nog een keer van het systeem gaat veranderen, zeg, dan stomp ik hier in elkaar. Nou, het was mooi en eh, dat is wel leuk. Dat, eh, ja, het was een zeer leerzame dag op allerlei gebieden. Ja. Ja, dan uh, is het eigenlijk een hele mooie tweede helft met veel doelpunten, maar dan één minder momentje aan de kant van Barend, dat is het uitvallen van Rami Salem. Is daar al wat van bekend? Ja, de medische staf heeft net gekeken. Het, het schijnt zijn buitenband te zijn, maar in een uh, geïsoleerde buitenband het komt niet zo vaak voor. Het was ook een non-contact blessure. Hij legde hem gewoon breed en hij zag eigenlijk door zijn, uh, door zijn linkerknie heen. Ja, dat is wel een, een behoorlijke streep door de rekening. Allereerst voor hem, maar ook voor ons. Hij was, uh, hij was goed bezig. En uh, ja, je gunt niemand een zware knieblessure. Ik, ik, ik hoop dat het meevalt. Ik bedoel, we hebben er net nog even gekeken. Het had wel positieve dingen, maar om het helemaal hard te maken, uh, dat kunnen we nog niet. Dat is dan jammer. En dan uh, gaan we kijken naar maandag. Dan uh, komt de Jong Sporta bezoek bij jullie. Uh, hoe gaan jullie de wedstrijd eigenlijk in uh, na deze vertrouwentanking in uh, Amsterdam? We gaan eerst even goed uh, even kijken wat we, wat we over hebben. We, hebben. we hadden al niet zoveel. En uh, als ik nu en Salem. En waarschijnlijk ook Eekman, die heeft ook wat last van zijn knie. Daardoor niet hebt, dan wordt, de, dan wordt de spoeling wel erg dun. En Het eerste van hun spelen vanavond. Dus jongens die daar niet spelen, grote kans dat de jonge gasten dan zaterdag achter, of de maandag erbij zitten. En ze hebben vandaag een prachtige overwinning geboekt. Dus ja, dat wordt wel een hele zware pot. Maar uh, ik ga eerst even mijn, mijn eigen wonden likken. En dan uh, ik denk ik dat we maandag wel weer elf hebben. En uh, wie, dat weet ik nog niet. Veel succes. Ja, dankjewel.